Ja, en u bent weer terug bij Cultuur in Actie. Mijn naam is Richard Groenendijk, nog steeds. En u heeft zojuist gekeken en geluisterd naar tekstschrijver Juriaan van Dongen. En inmiddels zit bij mij aan tafel een heuse troubadour, mag ik het zo zeggen? Rob Krot of... Ja, een heuse troubadour. Een heuse, ja, ik vind het een troubadour, ja. Troubadour. Ja. Nou, dat is wel een beetje het is een naam van vroeger altijd, troubadour. Maar ik altijd denk aan de kastelen, de jonkvrouwen. Klopt. Ja. Ja, weet je wat leuk is van troubadour? De troubadours hebben de liefde uitgevonden. Oh, echt? Ja, echt. Ja. Oh, dat is goed. De hoofdse liefde. De hoofdse liefde. Wat is de hoofdse liefde ook? Ja, de hoofdse liefde. Vroeger werden mensen gewoon uitgehuwelijk natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Dus het ging om het nageslacht. Nee, dat klopt. En de troubadours in de 10e eeuw, 11e eeuw, die zagen vrouwen op een andere manier. En begonnen ze ook te bezingen op die manier. Ja. Dat concept, dat idee dat je zo naar vrouwen kon kijken, of naar mannen. Ja. Dat was er in die tijd niet. Nee, dat was... Dus troubadours zijn de brengers van de liefde. Troubadours zijn de brengers van de liefde. En toch heeft troubadour misschien een beetje bij sommige mensen een aalbollig idee. Ja. Terwijl dat natuurlijk helemaal dat onterecht is. Ik kan me voorstellen dat het best wel lastig is om als troubadour zonder coronacrisis gewoon je brood te verdienen. Mm. En nu ligt het helemaal stil. Want wat voor effect heeft het op jou? Als ik je vertel dat ik al 20 jaar troubadour ben. Ja. En al 20 jaar meer dan 100 keer per jaar optreedt. Ja, fantastisch. Dus 120, ik verdien een goed modaal inkomen ermee. Ja. Dus, en ik ben een moderne troubadour. Hè. Ik speel van K3 tot U2, zeg ik al. Oh, oké. Dus Lady Gaga, daar gooi je er ook nog wel doorheen. Ja, inderdaad. Toevallig is dat in mijn laatste optreden nog gebeurd. Dat echt? Lady Gaga. En die mensen die keken mij aan van... En ik speel Shallow Spong. Maar goed, wat is het effect van de crisis op jou... Op jou? Branche, dat ik nu alleen nog maar voor een habbekrats zorginstellingen doe. Ja. En dat is hartstikke leuk om te doen. Ja, het is heel moeilijk om contact te maken met mensen. Hè. Nu komen ze een beetje buiten, maar voorheen zaten ze achter het glas ook nog. Ja, dus, dat zag ik gisteren. Toevallig kwamen wij langs een bejaardenverzorgingshuis in mijn geboortedorp. En daar stond ook een zanger, maar daar waren geen balkons. Dus die mensen zaten achter de ramen. Achter de ramen, ook voor die zanger. Ik vind het wel heel knap hoor, dat je dat kunt. Ja, ja. Maar goed, ik vind het ook altijd een beetje een devaluatie van het vak. Als je inderdaad, want heel veel mensen... Ik zie dat nu om me heen gebeuren en dat is natuurlijk wel heel sympathiek. Maar volgens mij is het ook niet goed als we allemaal maar gratis... Nee, maar gratis doe ik het ook absoluut niet. Nee, maar oké. Maar nee. Het is, je inkomsten zijn wel gedaald. Mijn inkomsten zijn gedaald en ik hou ook keurig bij wat mijn gemiddelde prijs is voor een optreden. Ja. En die gemiddelde prijs is ook wel naar beneden gegaan, kan ik je vertellen. Dus, als u vrijdag een feestje hebt en je wil nog goedkoper, dan bellen we jou. 12 maart, of wanneer was het? Echt de 2 dagen daarna, alle markten, alle gouden bruiloften, alle braderieën, alles buiten. Ja. Alles tuimelde in elkaar. Dus alles waar geld zit, dat was opeens weg. Ja, dat snap ik. Dus, maar we kunnen er lang en breed over praten, maar je bent hier gekomen met een gitaar. Ja. En wat ga je zingen? Ja, leuk. Dit is ook een van de redenen waarom ik hier zit. In november vorig jaar werd ik door mijn dorp Heino, ik woon in Laag-Zuten, maar dat is een subdorpje van Heino, werd ik gevraagd om een bijdrage te leveren aan de bevrijdingsfeesten. Ja. En daarvoor heb ik een lied gemaakt, maar die hele bevrijdingsfeesten... Die gingen niet door. Nee. En in Heino gaat het verhaal, heel kort, 2 regels. Toen Heino bevrijd werd, toen ontvoerden de Duitsers nog 60 man. Dus het bevrijdingsfeest kon niet echt gevierd worden totdat die mensen weer terug waren. Nou, daar heb ik een lied voor gemaakt. Dat zou heel groot in Heino worden opgezet. Er zou heel veel gedaan worden. En dat viel dus in duigen. Dus mijn lied, wat gespeeld zou worden, ze hadden de nazaten van die mensen ook uitgenodigd. Dus wat jammer. Ja, het is hartstikke. Nou ja, hier in ieder geval de kans om het lied ter gehoor te brengen. Gaat zingen, loop naar de microfoon. Dames en heren... Mag ik ook nog tekenen? Ik vergeet wat. Ik heb er zoveel om aan te denken. Je komt voor de handtekening. Voor hoeveel mensen sta je? 50. Voor 50 mensen? Want ik kom ook voor het troubadoursgilde der Lage Landen. Kijk. Nou, en dat zijn ongeveer 33 troubadours die verenigd zijn in het troubadoursgilde der Lage Landen. Plus 17 mensen die zich hebben ingezet belangeloos voor de bevrijdingsfeest in Heino. Ja. En jezelf erbij. 50, mooi rond getal. Toch? Zet gauw je handtekening. Doei. En dan gaan wij zo meteen luisteren naar Rob Krot. En ik heb het zojuist al verteld, maar mocht u net inschakelen. Om 9 uur hebben wij minister Ingrid van Engelshoven in Cultuur en Actie.
te veel donkere jaren zag ik nauwelijks zon of licht. Opgesloten, weggeborgen, was ik niets meer dan een gerucht. Maar ik bleef het groot verlangen in de harten van het dorp. Een stem die ondanks alle angst toch altijd werd gehoord. En toen de deuren dan open gingen en de zon mij weer genas, keek ik om me heen en huilde, omdat het dorp niet was. Het duister sloeg nog een keer toe, met in zijn vuist het hakenkruis. Ik kon me nog niet laten horen, want niet iedereen was thuis. Vrijheid wacht op jou. Vrijheid wacht op jou. Vrijheid kan pas vrijheid zijn als het samen is met jou. Vrijheid wacht op jou. Vrijheid wacht op jou. Vrijheid kan pas vrijheid zijn als het samen is met jou. Nu kan ik zeggen dat ik hier ben, zeggen dat ik van je hou, dat ik je nooit meer zal verlaten en ben ik helemaal van jou. Wees voorzichtig en omarmen, hijs de vlaggen schreeuwen uit. Ik ben de vrijheid waar we voor vochten, de lente, het altijd nieuw geluid. Vrijheid wacht op jou. Vrijheid wacht op jou. Vrijheid kan pas vrijheid zijn als het samen is met jou. Vrijheid wacht op jou. Vrijheid wacht op jou. Vrijheid kan pas vrijheid zijn als het samen is met jou. Ja, la, 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 la. Vrijheid wacht op jou. Vrijheid kan pas vrijheid zijn als het samen is. Als we samen zijn. Als het samen is met jou. Dankjewel. Succes.